Als je met elkaar in één huis woont, deel je snel je meest persoonlijke leven. In Big Brother blijft niets geheim. Als ik bepaalde mensen niet meer moet, dan is dat ook gedaan. Ja. Volledig gedaan. Ik heb mijn moeder 25 jaar niet gezien. Echt? Ik ben eigenlijk opgevoed in een gouden kooi. Ik mocht niet vrienden hebben, die mochten niet thuiskomen. Ik zat altijd in een gouden kooi. Ik zat altijd voor een venster te kijken en te wuiven naar andere mensen. Mag ik je wat vragen? Is dat ook misschien omdat ze jou voor hunzelf wilden hebben? Ik zeg altijd, die was verliefd op mij. Jij, oh, oké. Okay. Ja, ik ben dan gehuwd met een vrouw waar mijn zoon van is. Maar mijn moeder had altijd problemen eigenlijk met relaties. Ik was kind alleen en geen ene vrouw was goed. Maar geen één meisje was goed. Dus ik heb op een bepaald moment moeten afsluiten naar mijn ouders toe. Een keuze moeten maken, ofwel mijn vrouw, ofwel mijn ouders. Mm-hmm. En ik heb gekozen voor mijn vrouw. Ja. Want ik moest daarmee verder. En mijn ouders, ja, oké, okay, is jammer, maar ik heb die eigenlijk uitgesloten. Ja. En dat is eigenlijk ook een heel veel haat geweest. Vooral naar mijn moeder. Mm-hmm. Haatgevoel tot en met, als je over mijn moeder sprak, ik flipte helemaal. En het heeft 25 jaar geduurd. En doordat Dirk, mijn man, op een bepaald moment zegt, je moet iets gaan doen om dat toch terug goed te maken. Dus op de straat en ik ben daar toegekomen. Oh, Peter. Oh, schatje toch. Toen voelde ik eigenlijk dat haatgevoel eigenlijk niet nodig was. Nee, al die tijd niet. En nu, verzorgen aan het rusthuis is de mens. Ik bedoel, mijn moeder weet niet veel. Die weet al, van die dingen, daar weet ze allemaal niks van. Maar die band is stuk. Ik voel dat. Die draad is over. Ik doe daar wel iets voor, maar er is niks. Er is niks. Maar dat zijn dingen die, ja. De groep zit super, echt waar. Ik ben zo tevreden. We hebben al traantjes gelaten. We stellen ons heel open. Ongelooflijk eigenlijk.